Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe aflevering van Portfolio Show. In deze video is het opnieuw tijd om een aandeel uit te breiden en ik geef eventjes een update over het aandelenportfolio, dus laten we snel beginnen met de video. Als we een blik werpen op de aandelenportfolio staat het nog steeds in het rood, maar eigenlijk wat je de laatste 2, 3, 4 weken zo'n beetje ziet, is dat het dan wel onder de 1000 euro staat. En als je al langer kijker bent van deze serie, weet je dat het op een bepaald moment zelfs op min 8, min 9 en zelfs min 10.000 euro stond. Dat was dus in de fase dat de S&P 500 in 2022 27% onderuit ging. Nou, dat merkte je dus met een portfolio wat net daarvoor is samengesteld op hogere koersen. Maar nu zie je dus langzaam maar zeker dat het uitbreiden tegen lagere koersen zich gaat uitbetalen. En als ik een blik werp op het aandelenportfolio en dan puur kijkt naar de individuele aandelen, dan zie je natuurlijk nog steeds dat er een paar posities in het rood staan. Er zijn ook bepaalde posities die net in het groen zijn gesprongen en dat heeft er dus vooral mee te maken dat ik tegen lagere koersen heb uitgebreid, waardoor ze uiteindelijk makkelijker in het groen belanden. Bijvoorbeeld Meta Platforms is daarvan een goed voorbeeld. Dat was een positie die op een gegeven moment diep in het rood stond en de laatste tijd is natuurlijk hartstikke hard gegaan met nu een ongerealiseerde winst van 36%. En als ik kijk naar mijn ETF's, dan is het wel zo dat dat een beetje achterblijft. Je ziet bijvoorbeeld de Strong Growth ETF min 13%. De Digital Security ETF staat op min 0,5%. De India ETF staat op plus 2,5%. En de Azië ETF, nou ik heb het al meerdere keren aangegeven, die staat op min 9%. En volgens mij was het zo sinds de dag dat ik dit portfolio ben begonnen in 2021, dat die positie 95% van de tijd in het rood heeft gestaan. Natuurlijk ook weer niet een percentage dat het nooit meer mogelijk is om dit in het groen te zien, maar het is wel zo dat je hier echt geduld mee nodig hebt, want die ben ik al heel lang aan het uitbreiden en het blijft maar in het rood staan. En de Vanguard All World staat net in de plus en S&P 500 ETF staat zo'n 5% in de plus. En in deze video is het dus opnieuw tijd om een aandeel uit te breiden en als je inderdaad de video's hebt gezien van de laatste tijd, weet je dat ik druk bezig ben om mijn posities uit te breiden, zodat Meta Platforms er niet al te groot gaat worden. Het is natuurlijk zo omdat ze zo hard zijn gestegen in korte tijd, want dat kan ik wel eventjes laten zien. Als we kijken bijvoorbeeld naar het laatste jaar, zie je dus een laagpunt van net onder de $89 en we kruipen nu richting de $300. Dus dat is echt gigantisch hard gegaan en dat zorgt er dus voor dat die positie in heel rap tempo groot is geworden. Maar ik heb niet de intentie om aandelen te verkopen omdat ik heel veel vertrouwen heb in Meta Platforms. Maar dat betekent dus wel dat ik actie moet ondernemen en dus mijn andere individuele aandelen langzaam maar zeker richting de waarde ga krijgen van Meta Platforms. En ik zat een tijd te twijfelen van oké, welk aandeel wil ik nu vergroten? Want als je kijkt, staat een Alphabet staat op nummer 2, een Coinbase staat op nummer 3. Coinbase stond ook al lange tijd op een lijstje van die wil ik wel graag uitbreiden. Maar sinds 3-6 maanden of zo, nou iets korter zelfs, als je kijkt naar de laatste 3 maanden, zie je een laagpunt van $48 en staat nu boven de $80. Dus dat is heel erg hard gegaan en toen twijfelde ik toch wel van ja, is het wel verstandig als het sinds 12 juni van $50 naar nu $81 is gegaan. Dat is in een maandje tijd natuurlijk heel hard gegaan. Dus ik wacht liever eventjes af om te zien van of die koers weer een beetje gaat liggen. Want voor mijn gevoel gaat het wel erg hard nu. En toen zat ik lang te denken van oké, wat wil ik dan doen? En ik heb gewoon heel veel vertrouwen in Alphabet, oftewel Google. En ik zat te denken van ja, het is wel mijn nummer 2 positie. Maar als ik één aandeel kan aanwijzen in mijn aandelenportfolio wat ik graag als nummer 1 wil hebben qua waarde, dan is het eigenlijk wel Google. Dus ik zat bij mezelf af te vragen van ja, is het dan misschien verstandig om langzaam en zeker al mijn aandelen te vergroten? Of gewoon te denken, laat ik ervoor zorgen dat Google al ook al snel een grote positie gaat worden zoals Meta Platforms. En daar heb ik dus voor gekozen, want in deze video zal ik die positie opnieuw uitbreiden. Ook al sta ik op dit moment in de plus, dus dan zal de gemiddelde aankoopkoers licht stijgen. Maar als ik kijk naar de komende jaren, verwacht ik dus dat Google nog veel verder zal stijgen.
Voordat ik overga op het uitbreiden, mocht je op zoek zijn naar een platform te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro zoals de meeste Nederlanders en op dit moment loopt er een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert via de link voor 31 juli, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 augustus terug met een max van 100 euro. In de beschrijving zal zo'n linkje staan en als je besluit te registreren via het linkje maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laat ik eventjes een blik werpen op Google en dan kijken we dus eventjes bij TradingView. Dan zie je dus wel de laatste tijd dat het wat verkoopdruk heeft meegemaakt. Is natuurlijk ook weer niet zo heel erg gek, omdat het op een bepaald moment wel heel erg hard ging. Maar als je inderdaad de toppunten bijpakt van 2023 en ja, dat zit zo'n beetje boven de $129 en we trekken hem door naar de huidige koers, dan heb je het over een daling van zo'n 10% ongeveer. Dus je ziet, ondanks dat de aandelenmarkt goed omhoog gaat, dat Google wel iets van verkoopdruk meemaakt. En daar win ik dus van profiteren, ook al is het maar 10%, zodat ik dus nu inderdaad die positie al kan vergroten en dat ik bijvoorbeeld niet afwacht en dat het toevallig misschien weer gaat stijgen. Het timen van de markt is natuurlijk onbegonnen werk, maar met een daling van 10% in een maandje tijd denk ik bij mezelf, ja, daar wil ik dan wel graag gebruik van maken. En als we ook een blik werpen op de S&P 500 chart en we zoomen wat verder in, dan zie je eigenlijk dat Google wat meer verkoopdruk meemaakt dan de S&P 500. Natuurlijk is het zo dat er nu ook een daling is, want als we eventjes de toppen bijpakken van 2023 en trekken hem door tot het huidige level, heb je het over een daling van een procentje. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg veel. En de S&P 500 is natuurlijk ook wel erg hard gegaan, dus dat we dan inderdaad een beetje op en neer gaan, is natuurlijk ook weer niet zo gek. Maar het mag duidelijk zijn dat Google de laatste tijd dus wel slechter presteert dan de S&P 500. En daar wil ik dus graag gebruik van maken. Dus als ik overga op mijn portfolio en ik druk erop, dan zie je dat ik op dit moment 22 stuks heb met de waarde van net boven de $2500. En zoals jullie weten, ik breid altijd uit in stapjes, zoals ik de ruimte heb om ook tegen lagere koersen opnieuw uit te breiden. Kan op de lange termijn natuurlijk betekenen met bijvoorbeeld een Google dat dat slecht uitpakt omdat het vanaf dit punt heel hard omhoog gaat. Maar zoals je hebt gezien in 2022 heeft het ook meerdere keren ook wel goed uitgewerkt, want dat zorgde ervoor dat ik constant mijn posities kon uitbreiden tegen lagere koersen, omdat ik het altijd in stapjes doe. Dus als er verkoopdruk plaatsvindt, kan ik daar dus maximaal van profiteren. Iedereen heeft daar natuurlijk zijn eigen strategie in. Zijn ook beleggers die denken van oké, ik wil dit bezitten en ik zorg ervoor dat ik meteen een grote positie inneem. En ik ben dus weer een belegger die denkt oké, ik heb mijn onderzoek gedaan, ik heb er vertrouwen in, laat ik het eerste stapje zetten. En ik ga dus nu deze positie uitbreiden en laat hem eventjes op $116.50 zetten. Dan komt hij er wel doorheen, namelijk met 5 stuks. En dat komt neer op €530. En zoals je ziet heb ik een vrije ruimte van €588. Dus dat zal geen enkel probleem zijn. En geschatte giro kosten dus €2. Dat is natuurlijk ongeveer verdubbeld ten opzichte van 2 maanden geleden. Want de kosten zijn natuurlijk omhoog gegaan op 15 mei. Dan druk ik op bevestigen en je ziet dat die is uitgevoerd tegen $116.36. Waardoor ik dus op dit moment een portefeuille heb van bijna $71.500. Dus dat is echt al een serieus bedrag. Maar op dit moment sta ik natuurlijk nog steeds in het rood. En dat maakt ook niet heel veel uit. Het is een portfolio wat ik nog heel wat jaren ga behouden. Dus of het nu plus 8000 stond, min 8000 of bijvoorbeeld min €800. Dat had niet veel in mijn strategie veranderd. Ik was inderdaad gewoon dan doorgegaan met het uitbreiden van individuele aandelen. En natuurlijk in elke maand in de eerste week mijn ETF's. En als ik hem dan even selecteer op waarde, zie je natuurlijk nog steeds dat Meta Platforms echt de grootste is. Maar Alphabet, oftewel Google, komt dus nu wel langzaam maar zeker in de buurt. Normaal gesproken probeer ik ook altijd eventjes wat data erbij te pakken, verschillende cijfers, etc. Maar ik heb Google de laatste tijd al meerdere keren behandeld en dan zal het eigenlijk een beetje een herhaling zijn. Dus je ziet nu langzamerhand dat de balans weer wordt teruggevonden. Ik denk dat ik er nog wel een tijdje voor nodig heb. Ik denk dat het nog wel een maand of 4 gaat duren voordat de individuele aandelen wat gebalanceerder zijn. Dus dat Meta Platforms niet al te groot is geworden. Hangt natuurlijk ook een beetje vanaf wat de aandelen doen. Stel je voor, Meta Platforms komt slecht in het nieuws. Het is een onderzoek, het is een boete. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker met Meta Platforms. En er vindt een daling plaats van 10%. Terwijl de andere aandelen juist de goede kant op gaan. Dan kan het natuurlijk nog sneller gebeuren. Maar ja, dat heb je niet in de hand. Dus als ik een beetje een inschatting moet maken, denk ik dat ik nog wel een maand of 3-4 bezig ben om de balans weer helemaal terug te vinden.
Voor nu komen we dus wel aan het einde van deze aflevering van Portfolio Show. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.